8 jonge vakmensen hebben met elkaar de sportieve strijd aangebonden tijdens de finale van de nationale wedstrijd Tuinaanleg. In 3 dagen is een complete tuin aangelegd waarin bijna alle facetten van het hoveniersvak zijn verwerkt. Ieder team bestaat uit 2 hoveniers. Zij worden tijdens het uitvoeren van de finale opdracht begeleid door een eigen coach. Ze zijn een tuin aan het aanleggen, een strakke tuin met een paar moeilijke elementen en weelderige beplanting. Het beste team mag zich Nederlands kampioen tuinaanleg 2016 noemen en zal ons land vertegenwoordigen tijdens de Europese vakwedstrijd Euroskills in Zweden. Als VRG organiseren we dit omdat we het heel belangrijk vinden om het vak bij jongeren te introduceren. We hebben als branche behoefte aan jonge mensen, als hovenier te komen werken bijvoorbeeld. Dus voor ons is dit een perfecte kans om te laten zien wat het vak te bieden heeft. Het resultaat wordt op tal van punten door een deskundige jury beoordeeld. Het is belangrijk dat de maatvoering klopt en de constructies goed worden uitgevoerd. Daarnaast wordt ook gelet op creativiteit, veiligheid, organisatie en de samenwerking tussen de teams. Welkom op de nationale wedstrijd tuinaanleg 2016. Het is zover. Ja, het was een harde strijd. Ja. Erg mooi. Ja. En nummer 3, ja. Het team van Groeipunt Volkel. En ik ga het nummer 1 noemen, maar we moeten niet vergeten dat we nummer 2 ook een heel herdaald applaus moeten doen. Geven. Nummer 1 is team Goes. Yes! Heel blij. Ja, echt super blij. Ja. Vorig jaar zijn we derde geworden, dus we hadden wel wat ervaring om hier te staan. Het liep heel gesmeerd, het liep heel lekker en ja, het ging gewoon echt goed. Maar het is altijd afwachten. Je kunt nooit meer 100% zekerheid zeggen. Ja, ik denk ook qua samenwerking zijn we natuurlijk echt gewoon een supersterk team. We werken super netjes en ja, het oogt, de tuin zelf is ook gewoon goed gelukt. Dus. Begin december zullen de Nederlands kampioenen Robert en Jacco alles uit de kast halen tijdens Euroskills in Zweden.